Nog één voorbeeld en ja, ik dacht ook een belangrijk voorbeeld. Je hebt mensen die eerst het werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar willen doorgronden, voordat ze kunnen buigen voor de Here. Dat zijn mensen die willen in het mysterie van de wedergeboorte volledig inzicht hebben, voordat ze wedergeboren worden. Je hoort zulke mensen wel eens zeggen, als ik nou maar eens precies wist hoe die wedergeboorte in zijn werk gaat, hè, dan zou ik wel toch geloof komen en bekeerd worden. Inderdaad, de wedergeboorte is een geheimenis. En daarom is de wedergeboorte ook heel erg, heel erg eenvoudig. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo eenvoudig ligt het. En dan weet ik wel dat er veel verborgen is in de wedergeboorte. Dat maakte de Heer Jezus tijdens het nachtelijk bezoek van Nicodemus aan die man ook al duidelijk. De wind blaast waarheen hij wil. En gehoord zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar wat denkt u? Als u nou al de geheimen van de wedergeboorte zou kennen, zou u dan een kind van God zijn? Wel nee. Zo wordt een mens eerder buiten het koninkrijk van God gehouden door zijn eigen wijsheid. En dan gaat het met je net een, er is met die Naaman de Syriër. Wat dacht die man? Hoe moest hij behouden worden, genezen worden? Nou, dat wist hij heel precies. Eerst moest de profeet zijn huis uitkomen, vervolgens voor de voordeur gaan staan. En dan moest hij de naam des Heren zijn schots aanroepen. En vervolgens moest hij met zijn hand over de zieke plek wrijven. En zo moest hij na Aman van zijn melaatsheid dan genezen worden. Ja, maar toen de profeet Elisa tegen Naaman zei, was u 7 maal in de Jordaan, toen liep hij kwaad weg. Gemeente, veel mensen vinden de weg ter zaligheid te eenvoudig. En daarom stellen ze die eis van allerlei ingewikkelde tekenen die dan eerst ontvangen moeten worden, maar hen wordt vanmorgen geen ander teken gegeven dan het teken van Jona de profeet. Dat brengt me tegelijk bij het tweede punt, het dwaze van dat zoeken naar een teken. Waarom zoeken mensen eigenlijk een teken?